Na 8 jaar afwezigheid keert de veelbesproken ondernemer Erik de Vlieger terug in de vastgoedsector. Hij werd in 2011 vrijgesproken van onder andere afpersing en wil nu zijn imperium nieuw leven inblazen. Hij doet dat onder andere met de aankoop van bedrijventerrein De Nieuwe Energie in Haarlem. En hij heeft meer ijzers in het vuur. Hoe klimt Erik de Vlieger weer op en hoe is hij veranderd? Ik ga het hem vragen. Erik de Vlieger, welkom. Hallo. Ik zei in de intro veelbesproken ondernemer. Je wordt ook wel omstreden genoemd. Achtervolgt het verleden jou nog steeds? Ja, dat achtervolgt mij wel. Het is maar hoe je het zelf aanvoelt. Vroeger kwam ik in een restaurant. Toen alles een beetje zwaarder was, 2006, 2007, toen kwam ik een restaurant binnen. En toen dacht ik altijd, wat zullen mensen denken? Ja, vind je dat belangrijk, wat mensen van je denken? Ja, dat vind ik wel belangrijk, ja. Nu nog? Ja hoor. Ik ben eergevoelig, ik ben trots. We zijn een familie, een oude Amsterdamse familie bijna, kan je zeggen. Ik heb een groot gezin, ik heb heel veel vrienden. Dus dat vind ik wel belangrijk in de stad. Maar dat is wat anders of mensen, of je vrienden en je kinderen belangrijk vinden wat ze van je vinden. Ik vind het wel belangrijk. Nee, maar het is ook wel mijn naam. Kijk, ik heb 4 kinderen, dus als men een negatieve associatie bij mijn naam zouden hebben, dat heeft ook zijn weerslag op mijn kinderen, op mijn vrienden, op mijn broer, op mijn zuster. En hoe is dat, hè? Want je zei, ja, het verleden achtervolgt mij nog. Hoe kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, kijk, het is... het is nu crisis, hè? Dus dat is even belangrijk om te weten. Kijk, vroeger kon je heel makkelijk geld lenen bij een bank. Nu is dat überhaupt moeilijker. Maar als die crisis niet geweest was, denk ik dat ik toch wel moeilijker geld kon lenen bij een bank. Buiten het feit dat ik geen geld geleend heb van een bank de laatste tijd. Want dat heb ik op dit moment niet nodig. Nee, hoeveel vermogen heb je nog? 43 miljoen. 43 miljoen? Ja, vermogen, ja. Volgens de quote, hè? Ja. Dus, maar dat het, dat het verleden nog aan je kleeft, is dat iets waarvan je zegt van ja, ik ga gewoon zorgen dat dat weggaat? Nee, zo zie ik het niet echt. Maar je vroeg me net of het me achtervolgt. En toen zei ik, dat is eigenlijk een beetje in mijn eigen gedachten. Veel mensen zeggen van, ja, het is niet zo. En je bent vrijgesproken en je bent oké. En iedereen wil weer zaken met me doen. De gemeentes, gemeente Haarlem, wellicht ook de gemeente Amsterdam. Een aantal bankiers. Oh ja, hoezo de gemeente Amsterdam? Oh, ik heb wel dingetjes lopen met de gemeente Amsterdam. Amsterdam-Noord natuurlijk, hè, mijn oude wijk. Maar voordat ik met primeurs... Ook vastgoed? Nee, dat is geen vastgoed. Het heeft meer met de media te maken. Media en cultuur. Want De Nieuwe Energie in Haarlem is natuurlijk ook een cultureel bedrijventerrein. Ja. Het is niet alleen vastgoed. Het is de combinatie van cultuur en vastgoed. Ja. De lichtfabriek zit daar, hè? De lichtfabriek zit daar, ja. Veel mooie evenementen die gaan ze organiseren. En die hebben een tijd heel slecht gehad en die gaan nu wat beter. We gaan het zo uitgebreider over de Nieuwe Energie hebben. Yes. Ik wil het even Twitter. Je zei net al even zelf, ik ben een hysterisch twitteraar. Totaal hysterische twitteraar. Ik zou denken, je hebt in 2005 ben je in aanraking gekomen met justitie. Dus je hebt heel lang rechtszaken gehad, 2011 vrijgesproken. Ik zou denken van, nou, ik hou me een beetje gedijst. Ik kijk even de kat uit de boom. Jij gaat er vol in je Twitter. Volledig. Tientallen tweets per dag. Nou, ik ben ook, buiten het feit dat mijn kwantiteit behoorlijk is, ik twitter natuurlijk ook dingen die anderen niet twitteren. Nee, heel provocerend. Ik heb een van inderdaad de attentieoverheid. Ik ga er vol in. Ik twitter bijna extreem links en extreem rechts, maar dat komt vol uit mijn hart. Ik twitter over seks, ik twitter over uitgaan, ik twitter over geld. Ik maak van mijn hart geen moordkuil. Ik val politici aan als het moet. Ja, waarom doe je dat? Omdat ik het niet met ze eens ben, vertel ik het. BN'ers die met goede doelen hun eigen merknaam willen promoten, val ik aan. Dan val ik aan, het niet het goede woord. Ik vind het leuk om totaal, zonder enige vorm van een filter, te reageren op Twitter. En dat komt wat hysterisch over. En het is ook zo. Maar ik heb er wel lol in. En ik ben pas in februari begonnen met twitteren. En ja, Twitter is ook een beetje een soort verslaving. Want ja, op een gegeven moment sta je ook bij het stoplicht in je auto te twitteren. Nou, ik sprak jouw compagnon, Frans Macau. Ja. Ik zei, twittert hij nou ook in meetings? Hoe zit dit? Ja hoor. Is dat niet bloedirritant? Ja. Nee hoor. Ja. Ja, ongelooflijk. Ja, ik zat met de wethouder in Haarlem. Zeg ik ook dat wij zeggen, wat ben je aan doen? Je bent aan het twitteren. Als je twittert toch niet over mij. Nou, dat is niet zo onbeschoft. Als je met 15 man zit en zitten er 13 te praten en je komt aan het woord. In de tussentijd zitten advocaten bij die toch dingen zeggen die me niet interesseren. Dan gooi je er wel eens een tweetje uit. Ja, niet over dat gesprek, want dat is onbeschoft. En als het dan gaat over wel belangrijk vinden wat anderen van je denken. Ja. Met Twitter, dat is een enorm bombardement aan meningen van jou. Ja, een bombardement. Er zit wel structuur in natuurlijk. Ik heb wel mijn onderwerpen. Ja, het is over financiën. Ik heb het over de Rabobank. Ik heb het over bekende Nederlanders. Ik heb het over politici. Maar dan is, kijk, met Twitter is dan ook steeds, de hele wereld kan dat volgen. En mensen vinden dan ook steeds iets van jouw tweet. Vind je dat dan niet? Soms dat je denkt, vervelend. Ik heb ook wel eens dingen gezegd waardoor ik bedreigingen kreeg. En dat is all in the game, maar dat is nu. Maar jij vroeg me net of het verleden mij achtervolgde. En dat is iets heel anders dan wat ik zeg maar vanaf januari 2013 aan het doen ben. Dat zijn als 2 fases. Ik heb
8 jaar lang heb ik een ongelooflijk slechte tijd gehad. Pak een beet van december 2004 tot december 2012. Ja, ja, je hebt gezegd in het programma, hè, het 24 uur met Wilfried de Jong, heb jij 24 uur mee opgesloten gezeten. Ja. Toen zei jij, ik heb 8 jaar van mijn leven verloren. Ja, nou ja, verloren. Ik heb eigenlijk op mijn rug gelegen. Ik heb het niet kunnen verkroppen dat die dingen zo gebeurd zijn zoals ze gebeurd zijn. En ik heb eigenlijk... Ze hebben, de meeste van mijn concurrenten, laat ik het zo zeggen, in het vastgoed dan... Zijn of failliet, of ze zijn dood, of ze zijn in de gevangenis. Mm-hmm. Ja? Er zijn nog maar heel weinig overgebleven. En in mijn geval heb ik toch op tijd mijn bedrijf kunnen verkopen. Daardoor wat vermogen overgehouden. Maar geld was niet bedrijfveer. Ik heb 8 jaar lang heb ik eigenlijk in een soort van vacuüm geleefd. Ja, want even voor de goede orde. Hè. Je had vastgoed, vliegtuigen... Scheepswerf en media, inderdaad. Het mediabedrijf heb ik nog steeds. Ja, Argo Media. Maar de rest is echt ingestort in die jaren. Ik heb de luchtvaartmaatschappij heb ik moeten verkopen aan Arkefly. Ja. De Holland Excel heb ik moeten verkopen aan Arkefly. Dat was, heb ik voor 1 euro verkocht. Daar heb ik 35 miljoen aan verloren. Ook dat is all in the game. En de scheepswerf is ook verkocht, de Shipdock. Amsterdam Ship Repair, en die bestaat nog steeds. Okay. Dus dat is wel allemaal prima. Maar die 8 jaar, want toen zei je tegen Wilfried de Jong... ik heb 8 jaar verloren. Ja. En dat is eigenlijk wel goed voor me. Ik dacht, nou, daar kan ik nou werkelijk helemaal niets bij voorstellen. Dat zal ik je vertellen, daar zit iets unieks in. Vergeet niet dat ik tot eind 2004 dacht... dat al mijn zakelijke successen met mij te maken hadden. En ik was ook... Je vond jezelf king of the world. Nou ja, dat vond iedereen. Dat vond iedereen. Ja? Met de parool schreef, als de vlieger zijn hand in een gehaktmolen steekt... komen er gouden tientjes uit. Als je dat komen er gouden tientjes uit. Dat schreef parool. Dus als je het van jezelf leest, een jonge gast, zeg maar... en lees je van jezelf, denk je, nou, stel dat dat waar is... en dat wil je dan ook geloven, dan ga je er ook een beetje naar handelen. Niet dat ik capsones kreeg, maar je gaat dus denken dat je alles kan. Nou, als je dan... Dan kom je in zo'n positieve manier van zaken doen. En die klap die daarop opgekomen is, die onterecht was... Wat bedoel je met positieve manier van zaken? Je gaat alles doen. Je hebt geen limiet. Je hebt geen limiet. Geen twijfel? Twijfel heb ik sowieso niet. Nooit? Nou ja, niet echt groot. Ik heb wel twijfel. Moet ik oversteken, ja of nee? Maar wacht even, je haalt me van mijn onderwerp af. Want je begint allemaal vragen door elkaar te stellen. Ja, dat is mijn... Dat snap ik, maar dan is misschien voor de kijker niet zo leuk. En op een gegeven moment... Ja, daar hou ik wel in de gaten. En op een gegeven moment krijg je december... Dat hou ik ook in de gaten. Ja, maar... En op een gegeven moment december 2004, toen die klap erop kwam... Toen kwam in 2008 die crisis. En toen dacht ik, hé, al die successen die ik gehad heb... die kunnen ook wel eens met de omstandigheden te maken gehad hebben. Omstandigheden wel. De goede markt. Alles wat je deed ging goed. Vastgoed, werf, media en luchtvaart. Alles ging goed. Uh-huh. Maar het kwam ook dat de economie natuurlijk overhit was. En nu is het anders. Dus ik kom nu, en dat heb ik bij Wilfried de Jong gezegd... op een punt dat ik mezelf moet heruitvinden. Ja. De wereld is anders. Of ik 8 jaar in een tijdmachine heb gezeten. Maar komt er ook nog eens bij. Eén seconde komt er ook nog eens bij. Ik heb 8 jaar lang, ik vind ik ongezond geleefd. Ik ben laat opgestaan. Ik heb niet hard gewerkt. Ik rookte. Ik hield echt wel van een fles wijn per dag. En op een gegeven moment zag ik mezelf bij Wilfried de Jong eind januari 2013. En toen dacht ik, die man wil ik niet zijn. En dat is voor mij toch een heel belangrijk kantelpunt in mijn leven geweest. En toen heb ik heel veel dingen, daar ben ik mee gestopt. Ik ben keihard gaan werken. En toen kwam de Volkskrant, Paul Witteman. Maar Wilfried de Jong was eigenlijk een kantelpunt van het einde van een nare periode. Dat je jezelf zag en dacht, zo wil ik het niet meer. Zo wil ik het niet. Ja. Ik vond mezelf een rokerige, onrustige, gekooide, gewonde tijger. Maar dat zijn eigenlijk ook twee verschillende dingen. Van het ene is zeg je van, nou, ik dacht, ik kan alles. Alles wat ik doe verandert in goud. In die slechte jaren, zeg maar, heb je jezelf eigenlijk ook fysiek dan te gronde gericht. Nou, heb jezelf slecht behandeld. Ook geestelijk. Ik, ja. ik wilde niks meer. Ik dacht, ik vind het goed. Ik heb mijn geld, bekijk het maar. Ik ga niks meer doen. Maar dan is het wel, het is dus een wake-up call geweest, ja. Die hele periode. Ja. Maar hoe kan, want ik vind een wake-up call oké. Okay, maar 8 jaar lang verloren... Is dat dan van, ja, ik zie dat positief omdat ik het anders te erg vind? Het is misschien wel mijn redding geweest. Kijk, ik had 450 miljoen euro schuld in 2004 bij Bouwfonds. Ik had schuld bij de Deutsche Bank. Ik had schuld bij een aantal andere banken. En daar stond heel veel vermogen, daar stond heel veel bezit tegenover. Mm-hmm. Als ik met die grote portefeuille in 2008 de crisis was ingevaren... had ik misschien helemaal weggevaagd geweest... Mm. Ik heb bedoeld, los van die rechtszaak, wie weet, was ik sowieso wel helemaal ik denk dat ik denk, als ik het bedrijf niet had verkocht voor te weinig, waar ik over geklaagd heb, maar nu niet meer,
dan had ik misschien in 2008 door de banken helemaal gesloopt geworden. En dat is een geluk bij een ongeluk. Snap je wat ik bedoel? En dat waardeer ik ook een beetje. Ja, oké. En jij hebt toen deed je heel veel verschillende dingen. Nu doe je dat weer. Nou, er zit wel een ander soort beleid achter, hoor. Ja, maar nu is het nog steeds. Daar gaan we het zo even over. Verschillende websites, een voetbalcomplex, vastgoed. Ja, had ik toen ook al. Ja. Maar als je ook kijkt naar in die tijd, vliegtuig, scheepsbouw, vastgoed, media, denk ik van jeetje, ben jij zo impulsief dat je overal instapt wat je aantrekkelijk vindt? Nee, dat is een goede vraag, maar impulsiviteit ben ik kwijt. Nou, ik sprak Frans Macau. Ik zei, is Erik heel impulsief? Ja. Ja, ben ik echt zakelijk kwijt. En er zijn weinig mensen die hem dan ook kunnen zeggen van misschien even nadenken en dan neem je het niet altijd aan. Daar heeft hij ongelijk in. Ik doe het wel in percentage. Ik ben 90% van mijn zakelijke impulsiviteit kwijt. In privé. Ik kan een gedicht voorlezen. Ik kan mijn iPad pakken en op een terras gaan staan en een gedicht voorlezen. Dat doe ik impulsief. Maar... Doe je dat, ja? Ja hoor, heb ik laatst gaan halen. Dat was heel grappig. En bij de Brinkman-passage, liep ik met een vriend van mij over de Brinkman-passage, Grote Markt. En die jongen zei tegen mij, jij durft wel heel veel. En toen pakte ik mijn iPad, het was een mooie dag. En ik schrijf gedichten. En toen ging ik voor een terras staan. Dan zeg ik, dames en heren, man of 80. Doe het. Nee, we moeten mijn iPad pakken. Ah. Ja? Ja, lange gedichten. Ik ken alleen de korte gedichten uit mijn hoofd, want die zijn een beetje schunnig. Die zijn niet voor dit programma. En dan ging ik een gedicht voordragen. En geen schaamte, maar wel impulsiviteit. Maar zakelijk, nee. Maar was dat toen wel de reden dat jij die diverse ondernemingen had? Ik had wel een groot bedrijf, hoor. Ik had een mooie organisatie, een mooi management. Het leek impulsief. En je moet ook, kijk, de kennis die jij me nu zeg maar voor mijn voeten gooit, op een leuke manier, is door je redactie gebracht vanuit een soort Google-achtige cultuur. En dan denken mensen, jeetje mina, heb 4 bedrijfstakken, alles is impulsief. En dan bel je een goede vriend van mij op. Ja, Erik is een impulsieve jongen. Tuurlijk, ik maak grappen en grollen. Maar dit gaat ook over grote bedragen. En ik kan natuurlijk niet met deze economische crisis die er is, me net zo gedragen als ik me gedroeg, zeg maar, aan het begin van de eeuw. Dat gaat niet. Is dat wat je hebt geleerd van Ja. Ja. En hoe doe je dat nu? Als iemand met een idee, bijvoorbeeld de nieuwe energie. Ja. 60.000 vierkante meter in Haarlem. Ja. Heb je gekocht? Ja. Wat ga je ermee doen? Nou, om te beginnen, ik heb het zelf bedacht. In 2002, meen ik, schreef de gemeente Haarlem een prijsvraag uit. Wie de beste ontwikkelaar was en wie de hoogste prijs betaalde. En toen heb ik destijds met Imke Vastgoed heb ik dat gewonnen. Maar ik heb mijn bedrijf in 2005 verkocht aan het Rotterdamse Fortress. Mm-hmm. Daar eigenlijk niet eens aan flatbeheren, die weer doorverkocht aan het Rotterdamse Fortress. En dat project is misgelopen. Ja? Doordat de huidige eigenaar er met de gemeente Haarlem niet uitkwam. Want wat is daar nu? Ik ken bijvoorbeeld de lichtfabriek. Daar hebben we wel bladen, presentaties gehad en zo. Heel mooi gebouw. Prachtige gebouwen. Er zijn een aantal prachtige gebouwen. Er zijn een aantal prachtige monumenten, ook rijksmonumenten, die echt gerenoveerd moeten worden en die daarna geëxporteerd moeten worden. Er staan een aantal nieuwe gebouwen omheen waar huurders in zitten. Nou, dat is vrij... Wat voor bedrijven? Ja, allerlei soorten bedrijven. Er zit Chess, er is een internetbedrijf. Er zit het aandelenbedrijf. Er zitten GPS-installatie voor je auto's, inbouwbedrijf. Er zitten allemaal bedrijfjes. Pak een beetje een 700.000, 800.000 euro huur. Mm-hmm. Zo moet je het een beetje zien. En er mag nog een kleine 40.000 tot 50.000 vierkante meter bijgebouwd worden. Oh, ja. Nou, nu bouwen in deze tijd is natuurlijk niet zo makkelijk. Dus we zijn nu bezig met de gigantische maquette. Dat doet Max van Aarschot, de stadsarchitect van Haarlem. Een gigantische maquette maken van precies wat we daar gaan willen. En wat voor soort bedrijven we daar willen. Want wat is jouw visie? Van dit wil ik dat er straks staat. Nou, ik wil dat het helemaal vol met gebouwen komt natuurlijk. Maar wat voor... Nu is het een cultureel bedrijventerrein. Gaat het dat blijven? Dat gaat zeker blijven. Kijk, weet je wat het probleem is? Ik hoor dat voor de verkiezingen bij lokale partijen. En die zeggen, wij moeten de creatieve industrie aantrekken. Ja, dat vind ik zo net als het woord duurzaam. Weet je, wat is beetje dat eigenlijk? Beetje leeg, Het is een beetje leeg. Kijk, het is zo... Ik geloof in het feit, hoe meer, hoe meer. Dat houdt in, als er een gebied de helft bezet is van de gebouwen... en dat loopt terug, dan komen er geen nieuwe bedrijven bij. Hm. Ik ga er zelf zitten.
Nou, jij zit er al volgens mij, toch? Ik zit er al, ik heb mijn kantoor gemaakt. Ga je echt elke dag daar naar kantoor? Elke dag. Maar dit moet ook, ik wil misschien ook een aantal... Ik kan niet zeggen wat, maar ik ben bezig met een aantal overnamen. Kleine overnamen. Waarom kan je dat niet zeggen? Dat doe ik niet, omdat ik aan onderhandeling ben. In de bladen weer zelfs, in een blad met een merk. Om die daar naartoe te krijgen. Tenminste, als ik ze heb, neem ik de beslissing en dan gaan die bladen daar naartoe. En hoe meer bedrijven er komen, hoe groter, hoe versterker... Dus je gaat jouw media-imperium uitbouwen? Nou, ik word imperium eigenlijk niet meer horen, Sarah. Imperium. Waarom niet? Want dan denk je dat herinnert aan die oude tijd. Dat dan krijg ik weer de term, lees ik morgen weer in de krant... Megalomaan, Pac-Man, de allesvreter. Ja, het is, kijk, weet je wat het is? Het probleem is natuurlijk... er zijn natuurlijk heel veel nieuwe journalisten bijgekomen. En de oude journalisten die kennen me wel, die weten wat ik open ben. Maar die nieuwe journalisten die gaan ook alles van Google. En dan krijg je inderdaad die woorden omstreden. En dan krijg je inderdaad die woorden van vroeger. Laatst las ik weer... RTL Nieuws kwam verleden week met een artikel... De Dutch Eagle Express was een luchtvaartmaatschappij op Curaçao failliet gegaan. Daar was ik 12 jaar geleden even eigenaar van. Ja. Hey, maar even terug naar jouw plannen. En RTL Nieuws schreef de vorige eigenaar, de vlieger, 12 jaar geleden. Ja. Nee, maar goed. Ja. Even jouw masterplan, om er toch maar zo'n lekker woord in te gooien, met de nieuwe energie. Over 10 jaar, want je hebt het gekocht, 60.000 vierkante, wat ga je ermee doen? Over 10 jaar, zeg jij? Over 10 jaar moeten daar tussen de 800 en de 1200 mensen werken. Ik wil daar gebouwen gaan bouwen. Ik wil daar bedrijven intrekken. En ik ga niet roepen creatieve sfeer. Want mij betreft is het een reisbureau. Aan de andere kant is het een filmstudio. Het maakt mij niet uit. Ik ga zorgen dat dat hele terrein met de nieuwbouw een magneetwerking gaat krijgen voor de hele buurt. Zit tegen Drosten aan. Voor de hele buurt. Voor de hele buurt, ja. De Waardepolder is wel gekozen tot het beste industrieterrein van Nederland, hè? Waarvan akte. Maar als jij zegt, het maakt mij niet uit, je wil die magneet zijn. Wat is dan je criterium als een bedrijf bij jou aanklopt? Elk bedrijf is welkom? Nou ja, want, in principe wel. Je hebt gewoon huurders nodig, is dat het? Nou, ik heb geen huurders nodig. Ik heb de gebouwen die er zijn, die zijn allemaal verhuurd. Dus ik heb weinig leegstand. Maar ik wil gaan nieuwbouwen. Want er wordt niet gebouwd, ik wil gaan nieuwbouwen. Wanneer gaat de eerste paal de grond in? Mijn criterium is, voor elke meter die ik vooraf verhuur, bouw ik er twee. Voor elke meter, Die ik vooraf verhuur, bouw ik er twee. Dus komt er een huurder voor 500 meter, bouw ik 1000 meter. Komt er huurder maar van 5000 meter... Maar die huurt dan iets van een gebouw wat er nog niet is? Onder andere, ja, ik moet toch gaan bouwen. Maar ik ga niet op voorraad bouwen. Dus ik ga niet zeggen, ik ga een leeg gebouw neerzetten. Ga ik niet doen. En is dit, want je hebt dus ook nog ijzerend vuur in Noord, begrijp ik, Amsterdam-Noord. Daar ga ik niks over zeggen. Ga je niks over zeggen. Nee. Je hebt, ga je vast wel wat over zeggen, hoop ik. Want ik lees overal grote zakelijke belangen in Portugal. Nou, ik begreep voetbalcomplex in Portugal. Ja, Portugal is vrij groot. Ja. En wat is daar dan jou? Want dat is toch weer iets heel anders dan Haarlem, cultureel bedrijventerrein en dan in Portugal een voetbalcomplex. Nee, Portugal zit ik al vanaf 1996. Onroerend goed in Nederland heb ik altijd gehad, een portefeuille. En nu komt de nieuwe energie erbij. En het mediabedrijf heb ik ook al te gehad. Die drie pijlers heb ik. Argo. Nou doe ik een aantal websites erbij. Daar zal ik misschien zal ik wat over vertellen. Maar het is niet zo groot. Maar die drie pijlers, Portugal, vastgoed en Argo... zijn de dingen waar ik me nu operationeel mee bezig hou. Portugal, in 1996 kocht ik een terrein van 610 hectare... samen met mijn vriend. Met meneer Welke Pluis. Vriend? Meneer Pluis. Dat is een goede vriend van mij. Meneer Pluis, dat is een soort nickname. Zijn nickname is een leuke. Zijn nickname is de lokeend. De lokeend? Ja, de lokeend. Meneer Pluis, de lokeend. Meneer Pluis, de lokeend. Maar dit is serieus. Dat is een goede vriend van mij. Die ken ik al 100 jaar bij wijze van spreken. En ik zei, dat willen de kijkers best weten. Waarom heet hij de lokeend? En hij wordt nu heel boos als je dit op televisie ziet. De man is zo knap. De man is zo'n prachtige man. Een prachtige man om te zien. En als hij ergens staat in een café, dan kijken alle vrouwen naar hem. En die gaan om hem heen staan. Weet je, en vandaar heet hij de lokeend. Ja, maar dat is echt waar. Dat is echt waar. Nou, en jij en de lokeend, die gaan een voetbalcomplex. Is dat al in aanbouw? We hebben 1996 hebben wij een terrein gekocht van 610 hectare. Even voor de goede orde. 6 miljoen vierkante meter. Ja. Dat hebben we gekocht en betaald, 1996. Toen kwam Sven Goran Eriksson, de coach van Engeland, de Zweed. En de coach van Manchester City destijds, die zei... ik ga het grootste voetbaltrainingcentrum van de wereld bouwen. En die nam een optie op onze grond. Want waar in Portugal is het? Dat is in Algarve bij Lagos. Nou, dat moet je voor zijn 96 dat gebeurde. En die man die kreeg die bestemming maar niet rond. En die ging tot 2006 door. En die had een optie op onze grond. En toen kreeg hij het niet voor elkaar en zei ik stop ermee. En toen ben ik, het was net mijn slechte tijd, 2006...
Toen heb ik... Ik ben eigenlijk een derde van mijn tijd ben ik naar Portugal verhuisd. Toen heb ik dat project genomen. En 2 weken geleden heb ik bestemmingsplanwijziging gekregen. En dat is een project van 115 miljoen. En het moet het grootste voetbaltrainingscomplex van Europa worden. En wie gaat er allemaal trainen? Liverpool, Hamburg. En ik hoop ook andere clubs. Liverpool, Hamburg hebben we contact mee. Pak een beet. Ik denk dat we met de bouw beginnen midden 2014. En wanneer staat het er dan? 2 jaar bouwen. 2016 gaan daar de eerste Liverpool aan de slag. Ja. En waarom trekt jou dan een voetbalcomplex? Nou, dat zal ik je uitleggen. Eigenlijk is voetbal de enige industrie die nog goed loopt. Denk je dat, ja? Als Gareth Bale voor 100 miljoen wordt gekocht, dan is een sportcomplex van 115 miljoen niet veel geld in relatief gezien. Dus dan is ik zou niet weten welke industrie in Europa zo goed is als de voetbalindustrie. Maar dan zeg je dus, dit is de enige industrie die goed loopt. Je zei eerder ook, geld is geen drijfveer, maar dan is dit wel van goed zaken doen. Wat zei ik, geld is geen drijfveer? Toch? Of nee, heb je dat niet gezegd? Ik heb me dat niet horen zeggen. Is geld een drijfveer? Geld is zeker een drijfveer. Ja. Dus dit is dan de reden voor jou om... Ik ga geld verdienen en er zijn dingen die ik doe waarbij ik absoluut geen winst wil maken. Maar dit project is louter en alleen om winst te maken. Wat is daar leuk aan, winst maken? Ja, winst. Wat is daar leuk aan? Nou, laat ik het zo zeggen. Dit gebouw is hier gekomen omdat iemand winst wilde maken. Dat shirtje wat je aan hebt is gekomen omdat iemand winst wilde maken. Maar kan je daar oprecht blij van worden? Ik heb winst gemaakt. Ja, ik kan wel blij van worden. Ja, ik kan wel blij van worden. Want met die winst kan je weer andere dingen doen. Ja, en als we nu weer even terug extrapoleren, als het ware, naar die acht slechte jaren. Mm-hmm. Toen had ik het helemaal niet. Interesseerde me helemaal geen ruk. Ja, want toen heb je ook gezegd bij Wilfried van wat ik nu doe, dat was januari 2013 ook. Zei ja, dat is gerommel in de marge. Gerommel in de marge. Zie je dat nu, hoe je nu bezig bent? Klopt, daar ben ik nu aan het uitkomen. Ja. Dat gerommel in de marge vind ik het ergste wat er is. Ik kan daar niet tegen. Ik kan ook niet. En als ik in de laatste 8 jaar en ik bood iemand me een pandje aan ergens op de grachten, daar heb ik helemaal geen trek in. Een pandje. Te klein. Ja? Nou ja, ik haal nergens mijn neus voor of ik buk voor een dubbeltje. Daar gaat het niet om. Maar dat is gerommel in de marge. Dat is niet van mij. Dat is niet van mij. En je zegt nu, je bent daar nu uit aan het komen. Wanneer zeg jij, nu ben ik weer echt back in town? Wat is er dan gebeurd? Kan ik geen antwoord op geven? Vind ik een goede vraag. Dan moet ik wat op verzinnen. Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik heb geen eikpunt. Blik in de verte. Ja, ik heb een blik in de verte, maar ik heb geen eikpunt daarna. Ik heb geen eikpunt van dit is geslaagd. Misschien moet ik dat eigenlijk nooit hebben. Misschien moet ik dat ook niet hebben, want... ik ben nooit compleet daarin. Denk ik. Is het dan zo dat jij meer denkt van ik wil nu wat anders, ik ga dat nu realiseren, dus meer stap voor stap je... Nee, ik ben het. Dit wil ik zijn. Ik wil 15 afspraken per dag. Ik wil jakkeren. Ik wil dingen vertellen, ik wil dingen creëren, ik wil vergroten, ik wil ook winst maken. Dat is mijn geluk. Dat is mijn geluk. En daar geef ik aan toe. Als ik op Twitter zit, en kan je zeggen dat ik hysterisch, zeg ik van mezelf, dat ik hysterisch ben op Twitter, maar ik doe het met volle overgave. Ik doe niets half. Dat doe ik niet. En dat al die was mensen in die periode, die opleiding hebben, dat, hè, in die periode was het wel half doen. Alles was half. Ik had er geen zin in. Ja. Ik was thuis, ik las 4 kranten per dag. Ja, prima. Dat doe ik eigenlijk bijna nog steeds. Zat je op te winden boven die krant? Ja. Nou ja, niet opwinden, maar ik ben wel een nieuwsjunk. Ja. En van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ja, ik ga echt van 1 vandaag, de wereld draait door, een nieuwsuur, Paul Witteman. Dat is mijn avond. Ja? En tussendoor zit ik te twitteren. Ja. Jij zei net, ik heb wel een blik in de verte. Ja. Wat is die blik in de verte voor jou dan? Een prachtige, mooie organisatie. Zakelijk dan, hè? Ik heb voor zakelijk. Dat ik een prachtige, mooie zakelijke organisatie heb. Dat ik mijn website Het is gezien kan uitbreiden. Dat is een mooie aan een cadeau aan Nederland als het gaat om cultuur. En dat ik een aantal dingen kan doen die gaan helpen dat mensen zeggen, hij heeft ook een klein beetje meegeholpen om de crisis op te lossen. Als ik een nieuw gebouw ga bouwen in Haarlem, en er komt een bouwbedrijf, want al die bouwbedrijven die liggen natuurlijk helemaal aan het zuurstof, en we gaan daar bouwen en de eerste paal komt in de grond, dan voel ik dat een beetje buiten de winst als meegeholpen aan het oplossen van de crisis. Dat vind ik lekker. Een beetje wereld verbeteren. Ja, natuurlijk. Eigenlijk. Hoe leuk is het als je... Ik sprak met Erik Smit van FTM. Mm-hmm. En dat vind ik een van de beste... Follow the money. Follow the money. Ja. Dat vind ik echt een fijne site. Mijn dochter werkte trouwens. Maar dat vind ik een fijne site. En Erik Smit zei tegen mij... Ik zeg, waarom doe je dat? Toen zei hij...
als ik het gevoel heb dat ik de wereld een klein stukje beter achter kan laten, dan ben ik blij. En dat vind ik wel een mooie gedachte. Maar het wil dus niet zeggen dat ik opeens Giro 555 voor de arme Syrische kindjes als een BN'er die zijn eigen naam wil promoten, ga lopen slijmen op televisie. Jij hebt, jij noemde het net al, hetisgezien.nl. Ja. Dat is eigenlijk het alternatief voor het ministerie van Cultuur, begreep ik. Niet voor minder. Klopt. Ja. Het enige ministerie het enige, van Cultuur. Precies. Ja, dat doe ik samen met Annette Graaf. Ja. Hoe is zo'n project? En dan vraag ik me af, is het dan zo dat Annette Graaf, die klopt dan bij je aan en zegt, ik heb een leuk idee. En dan zeg jij toch impulsief ja? Annette en ik kennen elkaar van Twitter, dat is het mooie ervan. En die ken ik eigenlijk pas een half jaar. En Annette en ik die kregen een echte vriendschap. Ze is een heel ander type dan ik. Ik ben een heel ander type dan haar. Wat is het grootste verschil? Ze zitten totaal anders. Wij verschillen zoveel van elkaar. Zij is introvert, jij bent extrovert. Nee, ze is ook wel extrovert, hoor, dat wel. Maar ja, ze hebben andere denkbeelden. Ze gaat de politiek om over de stad, over uitgaan. Annette, zij had het idee van we gaan het enige ministerie van cultuur worden. Ja. Het is een site waarbij kunstenaars zich kunnen aanmelden en zich zo kunnen presenteren aan het publiek. Is dat het? Ja, kijk, het is eigenlijk zo dat de kunstenaars, jong en oud, die eigenlijk niet bekend zijn, kunnen onze site gebruiken om bekend te worden. Nou, dat is een kip en een ei. Dus onze site moet eerst veel bekeken worden. Nou, daar ben ik dus voor. Ik heb toch een beetje een bekende naam. Om dat rond te bazuinen. Om dat rond te schreeuwen. Ja. En zij heeft het goede oog ervoor. Ze heeft goed oog. Dus zij doet de selectie. Doen we samen. Ik heb ook wel een goed oog, maar ik ga hier niet lopen roepen dat ik een goed kunstoog heb en een goed cultuuroog. Maar zij doet dat wel. En zij heeft mij overtuigd dat zij mij voor deze site wilde gebruiken. En dat ik mijn culturele cadeautje ook een beetje aan Nederland kon geven, wat ik eigenlijk ook wel wil. Nou, dit is het begin. En het is gezien een mooie site. En is dat dan ook van, jij gaat dan zeg maar de roeptoeter zijn van het eigenlijke ministerie van Cultuur. Maar ga je er ook geld in investeren? Ga je die kunstenaars, ga je daar dingen van kopen? Wat denk je wat het me niet kost nu al? Ja. Dat kost me nu al geld. En we gaan wel dingen verkopen op den duur om te kijken of we de site wel break-even kunnen maken. Maar geld verdienen is er niet bij, maar dat hoeft ook niet. Maar ik wil er eigenlijk niks aan verliezen. Maar tot die tijd moeten we nog wel wat geld insteken, ja. En jij hebt ook nog een andere site, uwgeldwinkel.nl. Dat is een platform voor onafhankelijke juridische vragen. Goed, hè? Kijk. Ja, uit je eigen koker? Of is dat ook iemand die zegt, Erik, wil je mijn roeptoeter zijn? Nou, die mensen zijn mij, die heb ik opgemerkt. We hebben een deal gemaakt, 70% voor ons en 30% voor hun. En waarom? Jan-Kees de Jager heeft gezegd dat al die instellingen die, zeg maar, als het gaat om hypotheken of adviseringen, niet een eenmalig bedrag naar die woekerpolissen, niet een eenmalig bedrag in rekening mogen brengen. En heeft daar een wet voor gemaakt. Nu zijn er allemaal zogenaamde adviseringssites, dat mensen een vraag kunnen stellen, een juridische vraag kunnen stellen, van ik ga scheiden, mijn man heeft de auto gestolen, wat moet ik doen? En dat die sites, het is allemaal of ING, of Achmea, of een pensioenfonds. Ze hebben allemaal een belang. Ja. Dat vind ik zo gluiperig. Dat is mensen lokken van kijk ons is goed zijn. Dan lokken ze die mensen en dan proberen ze weer met geld af te pakken of een verzekeringetje aan te smeren of een advocaatje. En daar wil ik wat aan doen en daar ook zeker geld aan verdienen. Ja. En dat is een onafhankelijke site, helemaal niet met enkele grote verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen of banken. En alleen met mij. Alleen met jou. Alleen met mij. En ga jij de antwoorden ook geven? Nee, ik kom de webmanager, dat kan niet. Nee. We gaan met juristen, met notarissen, met makelaars. Ja. Dat wordt één organisatie. En dat zijn we nu aan het opbouwen. We zijn een klein beetje begonnen, dat is heel leuk. Als wij elkaar over 5 jaar weer spreken. Nu staat er ondernemer @EWDeVlieger. Ja. Over 5 jaar, is dat Twitter dan nog steeds voor jou zo belangrijk? Dat weet ik niet. Misschien bestaat Twitter niet meer. Misschien hebben we een driedimensionale boodschapperij. Dat ik op je tafeltje dat er iemand staat. Dat weet ik niet. Ik over 5 jaar, er kunnen 3 dingen gebeuren. Misschien ook wel 4. Ik kan gestorven zijn. Je weet het nooit wat er gebeurt. Ik kan onder een tram lopen. Ik kan multimiljonair zijn en allemaal hele rare dingen doen voor de maatschappij. Eigenlijk nu al, toch? Ik kan niet genoeg. Ik kan de politiek in zijn, weet ik, geen idee. Welke of partij? De Partij voor de Dieren. Of ik kan helemaal failliet zijn. Maar ik kom het over 5 jaar toch bij je vertellen. Nou, heel graag. Wat het is. Hoe viel het mee? 25 minuten, 30 minuten zonder Twitter? Was het te doen? Ik heb het heel moeilijk mee gehad. Ja. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was Profile met Erik de Vlieger. Mijn naam is Sarah van Gorp. Graag tot de volgende keer. Dag!